Er was eens een predikant die een droom had. En hij droomde dat hij bij een kerkraadsvergadering was en dat terwijl ze bezig waren met de vergadering, er ineens een engel kwam. En die engel zei, weet je, ik zie echt dat je zo je best doet in deze gemeente. Je bent ze zo trouw en je zet je er helemaal voor in. Ik wil je graag een cadeau geven. En jij mag kiezen. Je mag rijkdom wensen, schoonheid of wijsheid. Nou, die predikant hoefde natuurlijk niet lang na te denken. En hij besloot om wijsheid te vragen. De engel was weg en het was even stil bij de kerkraad. Iedereen was onder de indruk. Maar op een gegeven moment toen verwoordde een ouderling toch wat heel veel mensen bij die vergadering dachten. En hij zei, kun je niet alsjeblieft nu iets briljants zeggen? En de dominee schraapte zijn keel en hij zei, ik had rijkdom moeten kiezen. Het thema voor deze dienst is het beste welkomstcadeau. Dank je. Kies je welkomstcadeau. Welk welkomstcadeau zou jij willen kiezen? Nou, ik merk ook nu wij weer zijn verhuisd dat je heel veel dingen moet afsluiten. Hè? En dat je dan bijvoorbeeld tijdschriften of kranten of een energierekening. En dat er dan vaak een cadeau aan vastgekoppeld is. Van als je bij ons inschrijft, dan krijg je een cadeau. Ik merk daarbij ook dat ik vaak voor het cadeau kies dat je wat korting krijgt. maar goed, dat is altijd wel natuurlijk heel vriendelijk bedoeld. En ook als we andere dingen hebben in ons leven, dan krijg je vaak een soort welkomstcadeau. Bijvoorbeeld bij de belijdenis vorige week van twee catechisanten hier. Twee prachtige cadeaus uitgekozen, al zeg ik het zelf. En bij de doop ook, wat je een kaartje meekrijgt en vaak ook nog wel cadeaus. Koning Salomo is net begonnen. Hij heeft dus nieuw werk gekregen en krijgt dus ook van God, in dit geval in een droom, een welkomstcadeau. God vraagt aan hem, wat wil je hebben? Kies je welkomstcadeau. En dan is het heel erg opvallend dat Salomo niet direct antwoord geeft. Hij zegt niet gelijk, oh, doe mij dan maar dit alstublieft. Nee, hij zegt eerst heel mooi, geeft hij een belijdenis. Hij zegt eerst, God, u bent goed. U bent de God van mijn vader David. U was goed geweest voor hem. Dus hij kijkt eerst naar, in dit geval, degene die het cadeau wil geven, God. En hij beseft daarbij dat die God ook de God was van zijn vader en andere voorouders. Hij staat op de schouders van anderen. Net zoals ik hier ook vanmorgen zo mag staan. En daarna vraagt hij nog niet direct wat hij graag wil hebben. Nee, daarna toont hij, zoals we dat noemen, zelfinzicht. Zelfkennis. We leren onszelf in ons leven kennen, hoe ouder, hoe meer. En ook Salomo, al is hij nog jong, want dat zegt hij hier ook, dat is ook een stukje zelfkennis. Dus hij zegt, ja, ik ben jong, heren. Ik heb ook nog niet zoveel ervaring. En het werk dat ik ga krijgen is ook wel heel erg groot. Ook een mooie les waar ik later nog op terugkom. Wij zijn allemaal inderdaad mensen die, ja, die maar een beperkt aantal dingen kunnen. Of die maar beperkt zijn in het leven. Gebroken mensen. En dan vraagt Salomo zijn cadeau. En zijn cadeau is in onze tekst in de Nieuwe Bijbelvertaling, wordt dat vertaald met een opmerkzame geest. Dat is wat hij vraagt, om te onderscheiden tussen goed en kwaad. Als je dat letterlijk in de Hebreeuwse tekst leest, dan staat dat eigenlijk er nog mooier. Er staat namelijk, geef mij een luisterend hart. Prachtig, hè? Een luisterend hart. Geen luisterend hoofd of oor of iets dergelijks. Een luisterend hart. Wijsheid, zeggen wij ook vaak. Hè? We hebben het vaak over Salomo die wijsheid vraagt. Maar eigenlijk vraagt hij dus letterlijk een luisterend hart. En wat is dat wijsheid? Wat is dat luisterende hart nou precies? Nou, het is duidelijk dat het dus van God komt. Dat het geen eigen wijsheid is. Dat jij denkt wat jij het beste vindt, of het beste voelt, of het leukste is, of wat ook al.
dat is hoe het dan is. Nee, deze wijsheid komt van God. En dat maakt het anders. En dat maakt ook dat deze wijsheid ervoor zorgt bij Salomo dat hij ook daardoor gericht is op God. Het komt van God en Salomo besluit ook om gericht te zijn, dus op de ander, op God, de ander met een hoofdletter. En daarnaast, en dat lazen we ook in de tekst, is het ook gericht op de ander. Dus ook niet op jezelf. Je krijgt die wijsheid van God als cadeau. Salomo krijgt die wijsheid. Nou ben ik nou de wijze man, de wijste man van de wereld misschien wel. Nee, hij wil graag die wijsheid om dat volk te helpen, om de ander te helpen. Niet voor zichzelf. Niet om een wijsneus te zijn. Is dat niet prachtig? En we zien ook direct in het verhaal wat daarop volgt, dat we niet gelezen hebben, maar dat kan ik jullie aanraden om thuis eens verder te lezen, maar het is een heel bekend verhaal, hoe Salomo deze wijsheid toe moet passen. Want direct lezen we over een ongelooflijk triest dilemma van twee vrouwen die daar bij hem komen met een doodgeboren baby en een baby die nog leeft. En de ene vrouw zegt, die baby die leeft is mijn baby. En die andere vrouw zegt, nee, dat is mijn baby. Beide moeders claimen de levende baby, want één baby is overleden doordat één van die moeders daarop is gaan liggen. En die komen bij Salomo en die vragen van Salomo om recht te spreken. Maar wat bijzonder is aan dit verhaal, lieve mensen, en ik denk dat we dat vaak niet in de gaten hebben. We denken dat het gaat om twee moeders waarvan één een baby verloren heeft. Maar wat het bijzondere is, dat het hier gaat om twee hoeren, zoals er in de tekst staat. Twee vrouwen die in de prostitutie werken. De laagste klasse in die samenleving. Vrouwen die eigenlijk helemaal niets waard zijn, geen enkele status hebben. Die eigenlijk gewoon op de vuilnisbelt thuis horen. En die laagste klas mensen komt hier naar die wijze grote koning toe en vraagt om wijsheid. Nou, die koning had natuurlijk ook kunnen zeggen, joh, maar ga weg met jullie onzin, met jullie stomme verhaal. En waarom moet ik me met jullie verhaal bemoeien? Wie zijn jullie nou eigenlijk? Jullie zijn niks waard. Maar dat doet hij niet. Dat luisterende hart, wat Salomo daar van God heeft gekregen, zorgt ervoor dat hij luistert. En een belangrijke vraag stelt. En zelfs dus met een zwaard komt en zegt, geef me dan maar het kind, dan snij ik het in stukken. Dan hebben jullie allebei de helft. Natuurlijk zou hij dat nooit doen. Maar was die vraag bedoeld om uit te vinden wie de echte moeder is? En dan luistert hij naar die antwoorden en dan zegt een van die vrouwen, geef het kind dan maar aan die andere vrouw. En dan weet Salomo wie de moeder is. Maar dat verhaal moeten we denk ik ook wel samenlezen met dit cadeau wat Salomo krijgt. Want die wijsheid gericht op de ander betekent ook dat je wijsheid ziet bij die ander. Al is die hoe laag in de samenleving, die persoon. Want die vrouw die zegt, geef het kind dan maar aan de ander, spreekt daarin natuurlijk heel erg wijs. Wijsheid kunnen we dus overal vinden. Niet alleen bij koningen of bij belangrijke mensen, maar ook juist daar waar verdriet is. In een samenleving waar mensen aan de grond zitten. En dan gebeurt er dus iets moois. Dan wordt waarheid gesproken. Dan wordt er gerechtigheid gedaan, zoals van een koning gevraagd wordt. En mijn gebed is ook, en ik hoop dat wij ook als christenen, als kerk, als mensen wereldwijd, ook voor waarheid en gerechtigheid mogen gaan. Voor iedereen. Want wat zou jij vragen? Wat zou u vragen? Als God die vraag aan jou zult stellen. Het mooie is dat God aan iedereen van ons wijsheid wil geven. Dat staat in Jacobus 1, vers 5. Als je wijsheid tekort komt, bid erom en God geeft het aan iedereen. Zonder dat hij kijkt naar wie je bent. Want we hebben het allemaal hard nodig, wijsheid. Of je nou begint hier als predikant in de open poort, maar ook als je naar je werk gaat. Ook gewoon in deze samenleving. Als je kinderen hebt, als je ouders hebt. Wijsheid hebben we allemaal heel erg hard nodig.
Laatste wat ik voor ons hiervan uit wil meenemen is dat wij dus van Salomo ook hieruit kunnen leren. Want wat vragen wij? Het mooie is dat wij vaak denken dat we iets willen hebben. Nou, in dit geval zien we dat Salomo zegt, ik wil niet per se iets hebben, ik wil iets zijn. En dat mag ook voor ons gelden, wij mogen in Christus zijn. Dat is ware wijsheid. Jezus is de ware wijsheid, is Gods wijsheid. En dan denk ik dat we ook dus bij Salomo mogen leren dat het goed is om ook te zeggen, maar heren, ik geloof in u, ik beleid dat u God bent en dat het van u komt, dat we u nodig hebben. En zelfinzicht, ik denk dat dat heel erg belangrijk is in onze tijd, in onze wereld. En uiteindelijk dus ook om te zeggen, heren, als u ons een luisterend hart geeft, mag dat ook naar iedereen toe zijn. Mogen we daar geen onderscheid in maken. Ik ga afsluiten met een verhaal. Bo die vroeg zich al een tijdje af of God wel bestond. En hij zei tegen God, heren, als u bestaat, wilt u dan niet die struik zoals Mozes aan de brand steken met vuur? Of zoals Jozua de muur neerhalen? Of zoals Jezus deed de storm stilmaken? En Bo ging zitten bij een struik en een muur, uitzicht op een zee. En hij wachtte. En God gaf antwoord. God zond vuur. Niet voor de struik, maar wel het vuur van zijn geest. En God haalde een muur neer. Niet de letterlijke stenen muur, maar de muur van zonde. En God kalmeerde dus de storm op de zee. Of niet die op de zee, maar wel die van ons hart. En Bo bleef maar wachten bij de struik. En bij het muurtje en bij de zee. En hij zei op een gegeven moment tegen God, zie je wel, ik denk niet dat u bestaat. Waar is uw macht gebleven? En God antwoordde, en Bo, waar is jouw vermogen om te luisteren gebleven? Mijn gebed is dat God ons zegent met het beste welkomstcadeau wat er is. Een luisterend hart. En dan geloof ik zijn we pas echt enorm rijk. Amen. The home.